Hier, de Amsterdamse Jordaan. Ik vind het heerlijk wonen. Maar ik zag laatst een app, mijnluchtkwaliteit.nl. Daarmee kun je zien hoe schoon de lucht bij jou in de buurt is in heel Nederland. En ik zag dat in de Amsterdamse Jordaan, waar het relatief rustig is voor een stad, de luchtkwaliteit matig is. Matig, wat betekent dat? Ik fiets naar een straat een paar honderd meter verderop, naar meteoroloog Bert Heusingveld. De Prins Hendrikade is een van de bekendste, maar ook een van de drukste plekken in de stad. Is het dan ook meteen een van de vieste straten? Ja, het heeft ermee te maken dat er zo enorm veel verkeer hier voorbij komt. En dan komt het eruit, dat gas vervolgens, komt daar allerlei giftige componenten komen eruit. Zoals stikstofoxides, koolmonoxide, maar ook fijn stof. Doordat het zo klein is, kan het ook heel diep in je longen doordringen. Want normaal filter je met je neus en je mond wel wat weg. Maar dit gaat gewoon heel diep je longen in, gaat zelfs door je celwand kan het heen gaan. In je bloedbaan? In je bloedbaan kan ze in je hersenen belanden. Fijn stof in je hersenen? Ik dacht dat de regels voor auto's nu zo streng waren dat uitlaatgassen veel minder schadelijk zijn. Zelfs al zou je een hele goede verbranding hebben, dan nog heb je fijn stof van het slijpsel van de remmen van de auto. De banden zelf die slijten ook en daarmee creëren ze ook fijn stof. Ja, moet je horen wat daar gebeurt allemaal. Hè? Kijk, die auto's, vooral we staan hier bij een stoplicht, dan wordt het nog erger. Want die auto's moeten afremmen voor een stoplicht of weer optrekken. Ja, en als je op de fiets zit of je loopt, ja, dan sta je daar dus naast. Ernstig eigenlijk, hè? Op het stoplicht wachten achter een brommer, dat heb ik dus ook heel vaak. Ben je echt alleen maar uitlaatgassen aan het happen? Omdat je fietst, adem je ook sneller. Want ja, je moet je inspannen. He, dus je krijgt ook meer van die rommel binnen. Ik vind het gewoon hartstikke leuk wonen in Amsterdam. En ik heb er nooit zo bij stilgestaan dat het betekent dat ik daarmee mijn kinderen laat opgroeien in een vieze, vervuilde, ongezonde omgeving. Ja, en daar heeft Jorik, mijn vriend, eigenlijk ook nooit bij stilgestaan. Weet ik zeker. Jorik, vind jij niet dat we eigenlijk meer aan onze gezondheid zouden moeten denken, dus niet midden in de stad wonen? Voor de luchtkwaliteit? Nee, dat vind ik niet. Nee, ik wil graag in Amsterdam wonen en dan neem ik het op de koop toe dat de luchtkwaliteit hier niet zo goed is. Ja, dat hoort erbij. Het hoort erbij, zegt Joris. Maar Bert Heusingveld neemt me mee naar de A10, de snelweg rond Amsterdam. Lijkt ver weg, maar we hebben er wel last van. Nou, moet je hier eens kijken, hier naar links toe. Dan zie je allemaal sportvelden. Ja. Nou, we liggen hier nou direct aan de Ring van Amsterdam. Dan wil je wat aan je gezondheid doen, lekker gaan sporten, denk je dan. Maar ja, dan zit je dus naast zo'n heel druk verkeer en krijg je veel meer rommel binnen natuurlijk. En kijk eens op Google Earth, zoom eens in op die snelwegen rond de Ring van Amsterdam. Niet alleen in Amsterdam, maar meer plekken in Nederland. En je ziet overal die sportvelden terug, vlak langs die drukke wegen. Wat zijn dan precies de gezondheidsrisico's? Bronchitis, astma komt veel vaker voor. Kijk je bijvoorbeeld naar een studie die een aantal jaren geleden gedaan is in Maastricht, waar ook een snelweg door een stad in liep, die wordt nu ondergronds verlegd. Dan zie je dat kinderen een flinke longachterstand hebben in hun longontwikkeling. Dus veel minder longvolume hebben vergeleken met kinderen in Friesland bijvoorbeeld. Een ander voorbeeld is het aantal acute hartaanvallen. Als je kijkt in ziekenhuizen hartaanvalopnames, dan zie je een heel duidelijk verband met het optreden van een hartaanval en de concentratie van fijn stof. Ja, als ik dat allemaal hoor, dan snap ik nog beter dat er mensen zijn die de stad verlaten. Dit is een heel extreem voorbeeld. Kijk, de A10 West gaat dwars door een woonwijk en zo'n beetje 80 meter verderop, schat ik, staat de flat waar vrienden van mij woonden. Nou, die zijn inmiddels de stad uit. Die trokken het niet meer met zoveel lawaai en viezigheid in de lucht, waar ze ook binnen in huis nog last van hadden. Dus ja, dat snap ik wel. Elk jaar overlijden duizenden mensen aan ziektes die te maken hebben met de slechte luchtkwaliteit. In Amsterdam alleen al 11 mensen per week. Maar er zijn toch gewoon Europese afspraken gemaakt waar ook een stad als Amsterdam zich aan moet houden? Ja, die regelgeving is opgesteld op basis van gemiddeldes, jaargemiddeldes. Maar wat is de praktijk? Als jij je altijd verplaatst in de spits, je gaat 's ochtends naar je school, naar je werk, 's avonds weer tussen al dat verkeer door, je zag net al die fietsers hier voorbij gaan. Ja, dus je ademt in werkelijkheid veel meer rommel binnen. Dus ja, er is een recent rapport uitgekomen en dan zie je dat Nederland het bijna het slechtste doet in Europa. Alleen Duitsland was nog vuiler. Eén na slechtste zijn we dus. Eén na slechtste, ja. En ja,
het wordt nog erger als je realiseert dat de Wereldgezondheidsorganisatie... die vindt dat onze normen nog niet goed genoeg zijn. Die vindt dat de lucht nog 2 keer schoner zou moeten zijn eigenlijk. Ik fiets tijdens de spits naar de Valkenburgerstraat. Daar hebben ze extreem veel last van rotzooi in de lucht. En ze vinden dat de gemeente Amsterdam maatregelen moet nemen. Kijk even wat er allemaal hier voorbij komt. Er is constant veel te veel verkeer. Dit gaat de hele dag zo door? De hele dag zo door. Nou, er zijn wat rustigere momenten. En 's nachts is het ook wat minder erg. Nou, voldoet Nederland gemiddeld genomen wel aan de normen binnen Europa? Ja, gemiddeld daar heb je niet zoveel aan. Als je hier woont, dan is het dagelijks en gaat het zwaar over de uitlaatnormen heen. En jouw longen hebben daar dagelijks last van. En dan kan het gemiddeld in Amsterdam wel goed zijn. Maar voor deze mensen hier, en dat zijn er duizenden, is dat niet zo. Ja. En wij kunnen iedere 2 weken onze ramen wassen en dan komt er zo'n laag roet vanaf. Ja. Dus dan zie je wel, als je je ramen zelf schoonmaakt, wat een roet hier achter komt. Dat zie je gewoon echt van de ramen afkomen. Dat haal je gewoon uit het water, zie je dat gewoon. Ja. Heb je een lak mee? Ja, ik heb die heeft ze even over het raam gehouden net. Even over het raam gehouden, hier. Kijk, dat even over een paar dagen. Ja. Ja. Dit komt van jouw raam af? Ja. Het is van een paar dagen. Maar hoort het dan ook niet bij, een beetje bij het wonen in de stad? Een klein beetje, maar niet zo erg. Zoals het nu is. Ik ben hier 18 jaar geleden komen wonen. En toen was het een stuk minder. Er was überhaupt minder verkeer. Maar het is door de jaren heen gewoon succesievelijk erger geworden. De stad zet in op generieke maatregelen. Dus ooit gaat de Noord-Zuidlijn rijden. En ooit gaan we elektrische bussen inzetten. Maar het is niet nu. Het is niet acuut. Het probleem is nu echt acuut. Ja. Er moet iets gedaan worden. Nou, er wordt wel iets gedaan. Per 1 januari breidt Amsterdam de milieuzone uit. En dan mogen vervuilende dieselbusjes van voor het jaar 2000 de stad niet meer in. Maar of dat genoeg is? Met Bert Heusingveld ga ik de actuele stand van zaken meten. Want de ene straat is de andere niet, zegt hij. Dit apparaatje dat zuigt lucht hier door deze slang naar binnen. En dan blijft alle rommel uit de lucht, alle fijn stof, rommel blijft hierop achter. En het is interessant om te kijken wat er dan gebeurt als jij zo dadelijk daar langs de Amstel die rustige route gaat meten. Ik blijf hier staan. Dan gaan we eens kijken wat het verschil wordt tussen deze twee instrumentjes. Er is wel wat verkeerd, blijft een stad. Een paar auto's al gezien en brommers. Maar vooral fietsers. Dus zou het echt zo simpel kunnen zijn om een gezondere fietsroute uit te stippelen? Gewoon 1 straatje verder. Zo, hey. Hi, en? Nou, lekker rustig straatje sta je hier, zeg. Zo. Oké. Mijn filter is veel vuiler geworden. Ja. En bij jou is wel ook wel iets verkleuring te zien, maar veel minder erg. Dus jouw locatie was gewoon veel schoner. Dit zit in mijn longen en dat zit in jouw longen. Het is toch wat, hè? Kijk, die fietsers die er nou voorbij komen, hè? Gewoon die rustige fietsroute, zijn eigenlijk heel slim bezig. Maar wat kan dan de overheid ermee? Want eigenlijk Precies. moet de overheid hiervan leren. Ja. Dus ga nou niet al die fietsroutes langs die drukke wegen maken, hè? Dat je minder lang stilstaat bij een stoplicht. Elke minuut dat je daar staat is gewoon slecht, hè? En gewoon de hele binnenstad autovrij maken? Ja, misschien is dat. Het is vrij radicaal natuurlijk. Er zal wat gesputter komen, maar uiteindelijk, volgens mij, zijn de meeste mensen er best wel blij mee.